5 ondernemerslessen in 20 minuten. Dat is het format van ondernemerslessen met in deze aflevering te gast Patrick Kikken. Patrick, van harte welkom. Dankjewel, Ron. Ja, je hebt een prachtige ondertitel, hebben we net verzonnen, na 5 minuten debate. Maar best lastig om jou te vatten in één titeltje. Hè? Klopt. Ja, ik heb natuurlijk heel lang radio gedaan, maar dat werd eigenlijk een beetje saai. En naast radio deed ik ook altijd iets online, al sinds de 90's. Ja. En dat heeft nu een beetje de voorgrond gekregen. Ja. Dus dan maar geen DJ meer. Maar een podcaster. En social entertainer, zag ik. Ja, wat is dat? Ja, entertainment brengen op social media. Wordt natuurlijk steeds belangrijker. Ik was een van de eerste die op LinkedIn ook grapjes ging zetten. Oei. Ja, in eerste instantie kwam daar heel veel weerstand op. Mensen zeiden, daar is dit hier niet voor. Nee, het is geen Facebook. Precies. Nee. Maar naarmate het vorderde, kreeg ik steeds meer berichten van mensen. Wat leuk, dus alle gorddroge dingen die hier staan. Ja. Alle zelfpromotie is een beetje lucht. Dus dat doe ik nu nog steeds. Hmm. Wij gaan, je hebt 5 lessen. Nou, eigenlijk had je er, weet je, ik vraag om 5 lessen, je geeft er 8. Ja. Dus ik heb er weer 5 van gemaakt. Oké, heel goed. Ja, dus ik heb een keuze gemaakt. En laten we snel met de eerste beginnen, want dan komt vanzelf het gesprek op gang. En de eerste is neem feedback heel serieus. Waarom heb je dat als les? Ja, dat heb ik eigenlijk in de radiowereld geleerd. Ik kreeg natuurlijk vaak appjes en sms'jes en daar zaten ook wel eens geldwoorden bij. Ja. Ik zal ze nu niet noemen, maar je kan je er iets bij voorstellen. Oh, noem maar eens één. Nou, lul, klootzak, alleen dat, hè? Ja, zonder argumentatie. Ja, nee. En dan dacht ik, waarom dan? Dus ik ging die mensen opbellen. Oh, ja. En dan bleek dat ik bijvoorbeeld NEC had gezegd in plaats van NEC. Oeh, ja. Die voetbalclub. Ja, ja, ja. Maar als je zo iemand dan belt, dan heb je er gewoon een vriend bij voor het leven. Diegene volgen me nog steeds overal waar ik ga en sta. Op Facebook, LinkedIn. Ja. Dus ja, die feedback. Niet denken, nou, die zal zijn dag al niet hebben. Nee, waarom? Het ga op zoek naar het waarom van feedback. En vertaal het naar ondernemers, dat betekent dus dat je ontevreden klanten bijvoorbeeld, dan moet je achteraan. Nou ja, letterlijk. Ik zou zeggen, als iemand naar de deur uitrent of loopt met hier kom ik nooit meer. Ja, dan kan je denken, nou, daar kom je toch niet. Ja. Maar je kan iemand inderdaad ook even achterna lopen en als hij er nog eens vragen, maar wat is er dan precies gebeurd? Ja. Ja, misschien heb je daardoor wel weer een klant voor het leven erbij. Maar je ziet toch met name in de nieuwe social tijd, noem ik het maar even, zie ik toch soms ook wel mensen tekeer gaan op social. Dat ik denk van, moet je die nou echt serieus nemen? Kan. Ja, natuurlijk zitten er ook mensen bij die toch doen het erom. Toch, ja. Maar je wilt toch de angel sowieso ergens uithalen. En ik ben ook gewoon echt oprecht benieuwd waarom iemand klaagt. Want het zit hem vaak in hele kleine dingen. Uh-huh. Of in hem of haar zelf. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk ook. Waarom wil je de angel overal uithalen eigenlijk? Waarom ik de angel ergens uit wil halen? Ja, dat vind ik sowieso niet leuk om vijanden te hebben. Nee? Nee. Wil je aardig gevonden worden ook? Dat sowieso. Ik denk dat als je in de entertainment gaat werken, in de media, dan heb je natuurlijk sowieso geleerd in de jeugd. Ik was in de klas al degene die altijd een grapje maakt om de sfeer weer goed te krijgen. Dus dat is bij mij altijd erin blijven zitten. En waar komt dat dan weer vandaan? Ja, dat heb ik natuurlijk ook wel eens onderzocht. Dat heeft alles met veiligheid te maken. Ik ben graag in een veilige omgeving. Dus ik zal ook de eerste zijn die inderdaad ergens binnenkomt en probeert vriendschappen te sluiten. Omdat ik me dan gewoon prettiger en veiliger voel ergens. Lukt het altijd? Meestal wel, ja. Oké. Okay. Tweede les. Doe onderzoek. Doe onderzoek. Ja, de radio wordt natuurlijk, dat weten veel mensen misschien niet, maar alles onderzocht. Hè. Ja. De muziek die je hoort wordt getest op de doelgroep. Maar er worden ook radiofragmenten in een zaaltje aan mensen. Die laten ze aan mensen horen en die krijgen dan een soort metertje in hun hand. En dan mogen ze plus en min draaien op het moment dat ze het niet meer interessant vinden. Zover gaat dat onderzoek. En ja, ik heb met een metertje? Ja, met een metertje, ja. Niet met een appje? Nee, ik heb het nu over 10 jaar geleden toen ik nog de ochtendshow deed bij Veronica. Toen was het inderdaad met zo'n metertje. Maar dan krijg ik daarna netjes een grafiek van kijk, hier na 1,5 minuut zakt de interesse en de waardering weg. Nou, dan wist ik gewoon intuïtief al een beetje. Nou, dat was het punt waar ik had moeten stoppen met dit gesprek. Hm. Dus ja, daar heb ik gewoon heel veel aan gehad altijd. Wat kunnen podcasters daar vandaan? Want we zitten hier natuurlijk ook een aantal. Laten we even, even hou hem vast. Ja? Ik wil weten wat podcasts hiervan kunnen leren. Maar voor die mensen die jou niet kennen en van een wat jongere generatie. Je bent wel een crack. Als we het hebben over radio, dan wel, ik bedoel, je hebt wel wat vlieguurtjes gemaakt. Ik heb het meeste wel gedaan, ja. Ochtend, middagshows bij 3FM, bij Veronica. Maar ik heb ook altijd fragmenten uit mijn radioprogramma's op YouTube gezet, via WhatsApp verspreid. Dus ik zorgde wel voor mijn eigen
visitekaartjes die zo de naamsbekendheid gingen vergroten. Wat was een mooi, als je terugkijkt naar die, hoe lang was het, radiotijd? 21 jaar. 21 jaar. Wat is, noemen ze een hoogtepunt van, oh, dat was een fijne tijd, of dit was een mooi station, of dit was een leuke show? Ja, de nacht bij 3FM was superleuk, want toen hadden we nog een gratis telefoonnummer waarop mensen konden inbellen. Ja, dan krijg je natuurlijk de meest gekke, maffe, leuke mensen aan de telefoon. Ja, en toch ook de ochtendshow bij Veronica, heb ik denk ik ook met plezier aan terug. Zeker omdat het in een tijd was dat radio nog niet zo onder druk stond. Mm-hmm. En je had nog niet voor alles een app, wat jij ook al zei. Ja. Mensen wilden nog op de radio horen waar de flitsers stonden, waar de files stonden. En hoeveel luisteraars had je dan? Nou, dat scoorde goed. Ik denk, heb je het per dag of per... Ja, per dag. Nou, dat zullen er 200.000-300.000 zijn geweest. Dan had je gewoon de lead ochtendshow, zeg maar. Zat je in de spits zat je. Ja, van 5 tot 9 's ochtends. Ja. Hoe lang heb je dat gedaan? 3 jaar. Jezus. En toen stortte ik in. Ja? Ja. Je bent burned-out en alles geweest. Ook, ja. Kon het door te vroeg opstaan? Of? Ook, maar ook door dat ik dat internet nog steeds zo leuk bleef vinden. Dus ik deed zelf ook nog eens daarnaast alles op internet. Toen nog op Hives, later nog dus via WhatsApp, Facebook. Je hebt er gewoon een baan bij natuurlijk, als je social media ook goed wil doen. En dat was te veel? Dat was te veel. Even terug naar wat je net zei, dat onderzoek. Hè, want dat was je les, hè, doe onderzoek. Wat heb je uit die radiotijd geleerd waar gasten die nu lopen te podcasten, wat een soort on-demand radio is, noem maar even. Tenminste, of live ook zelfs. Wat zijn belangrijke leerpunten? Wat moet je vooral nu, wanneer gaat die grafiek naar beneden? Als je het alleen maar over jezelf hebt. Ja. Als het niet interactief is. Ik bedoel, alle podcasts die ik doe hebben een eigen 06-nummer. Ik vraag iedereen WhatsApp. En we stoppen die mensen samen in een WhatsApp-groep. Het moet echt dit worden. Ja, ja. Veel podcasts zijn nu tegenwoordig toch alleen nog maar zenden en niet ontvangen. Maar dat kun je alleen maar doen als het live is, natuurlijk. Waarom? Je kan toch gewoon een 06-nummer noemen en laten. En voor iedereen die dat luistert, ja, die kan... Ah, meld je aan voor onze WhatsApp-groep. Zo ga je de interactie aan. Aha. Volgende podcast, wat ik ook wel eens doe, laat ik gewoon voice messages horen van WhatsApp die mensen gestuurd hebben. En dan krijg je ook die interactie, ondanks dat het inderdaad niet live is. Yeah. En waar heb je nou, hoeveel doe jij aan podcasts? En jij bedoel, hoeveel tijd ben je ermee kwijt? Ja, hoeveel publiek bereik je? Veel. En de meest succesvolle podcast heet Leven zonder Stress. Yeah. Die ben ik eigenlijk gestart na mijn burn-out. Want ik wilde gewoon met coaches en leraren en schrijvers gaan praten over het onderwerp stress en burn-out. Toch 50.000 luisteraars per maand. En als die allemaal een euro zouden betalen, heb je daar een leuke inkomst. Heb je zelfs gevraagd? Nee, nog niet. Huh. Ik weet dat er zijn sites voor, hè, dat je mensen om een gunsten kunt vragen of giften. Maar ja. Nee, het verdienmodel is voor mij gewoon bij podcasten dat ik leuke mensen te spreken krijg. En ja. Die dus is succesvol. Een andere podcast die ik doe is samen met een filosoof, Paul Smit. Ja. Praten over bewustzijn. Filosoof en een groot. Ik bedoel, hij staat aardig wat keertjes op zakelijke podia in Den Landen. Ja, veel gevraagd spreker, ja. Zo. Ja, waarin je dat ook heel leuk doet met slides en zo. Ja, hij is enorm interessant. Ja, die onderwerpen bespreken we dan ook in de uitzending. Maar dat doe je al heel lang met hem, hè? 9 jaar. Maar daar komen we zo meteen terug. Hou me even vast. Ja, want dat heeft te maken met namelijk een thema waar we het van tevoren al over hadden. Okay. Non-dualiteit. Ja, ja. Dan denken ondernemers, wat moeten we daarmee? Nou, wacht maar af. Daar komt-ie. Maar eerst de derde. Val op, ga viral. En toen die las, dacht ik, ja, ga viral, gast. Ik werd ziek van al die adverteerders op een gegeven moment die dan zeggen, doe mij ook maar zo'n viral, zeg maar. Mm-hmm. Maar is dat belangrijk? Ja, ik vind van wel. Het heeft door de jaren heen mijn naamsbekendheid enorm vergroot. En dat heeft me 0 euro gekost. Ja. Ik heb een speciale WhatsApp-telefoon. Dan kan ik met 8000 oud-luisteraars op en neer WhatsAppen. Maar ik kan ze ook alle 8000 tegelijk via verzendlijsten een grappig plaatje of een grappige film sturen. Hm. Nou, als ik nou zorg dat de naam van mijn bedrijf, in dit geval is dat mijn eigen naam, maar kan ook jouw bedrijf zijn, Seven Ditches, in die viral zet, dan word jij toch automatisch naar iedereen doorgestuurd. Dat is toch gewoon gratis reclame. Ja. En wat is een goede viral? Ja, die moet actueel zijn, niet te lang. Moet ook niet te kopiëren zijn. Je moet zorgen dat je logo er goed in zit. Dus dat ze het niet snel eraf kunnen knippen. Lekker eroverheen plakken, gewoon keihard. Dikke watermerk. Ja. En ook weer niet te kwetsend. Want kan je merk natuurlijk ook schaden. Hmm. Dus ben jij er wel eens te mis mee ingaan? Ja, jawel. Ik heb wel eens wat verzonnen. Hè. Dan ga je natuurlijk vragen wat. Ik zit eens even terug te denken. Ja. Maar het voordeel is dat je de Facebook kan het zo weghalen. Maar als je het al naar 8000 mensen geappt hebt, gaat het zijn eigen leven leiden. Ja. En dan kan hij als een boemerangetje terugschieten. Ja. Ja. Dus, zometeen door op die non-dualiteit. Hè. Maar wat doe jij in een gemiddelde... Hoeveel dingen doe jij in een gemiddelde... Je maakt grapjes.
Je bent social entertainer, je doet podcast. Doe je nog klassiek radiowerk? Niet zoveel meer. Nee. Ik word heel af en toe nog wel eens gevraagd. Maar ja, ik hou toch meer van het slim content creëren en het dan op alle platforms, dat zou ook radio kunnen zijn, maar gewoon lanceren. Mm. En dat het vluchtigen van radio heeft me ook altijd een beetje tegengestaan. Mm. Kijk, dit is ook leuk. Dit kun je, als je dit nu zit te kijken, je denkt, dat wil ik iemand doorsturen. Hup, ja. Linkje. Ja. Bij radio was het van, ja, waar is dat terug te vinden? Ja, het was out in the open en weg. En weg. Ja, ja, dat is natuurlijk het oude uitzenden. Een hele platte vraag dit, maar hoe verdien je geld? Ja, ik ben daar niet zo mee bezig. Ik heb het geluk gehad dat ik met die radio goed heb kunnen sparen. Dus ik ben eigenlijk nu gewoon dingen aan het uitproberen. Ja, en nogmaals, het verdienmodel zit voor mij in de bekendheid die het oplevert. Laatst weer een column geschreven over de macro. Ik was daar één keer geweest, viel me heel erg tegen. Nou, dat ding dan ontplofte op LinkedIn. Kun je zeggen, ja, wat verdien je daar nou eigenlijk mee? Nou, het geeft mij een goed gevoel dat iets wat ik blijkbaar schrijf mensen raakt en dat een discussie op gaat. Ja, maar je moet ook een boterham kunnen kopen, zeg maar. Dat doe je een beetje van je spaargeld. Ik heb mijn spaargeld en ik merk ook dat als je die basis hebt, dan kun je gewoon gaan creëren vanuit enthousiasme. Dan hoeft het niet per se een succes te worden, natuurlijk. Die luxe heb ik. Ja, en dus je opereert in je eentje, zo te zien. Ja. Maar wat ik zeg, die podcast met Paul bijvoorbeeld, 9 jaar doen we die al. Ik ben net 3 weken op vakantie geweest naar Portugal, in een vakantiehuis van een podcastluisteraar. Die zei, ik wil nou toch eens wat terug doen voor zoveel jaren luisterplezier. Ja, ja, ja. Als je een keer naar mijn huis in Portugal wil, app me. Dat zei je, dat wil ik. Ja, nou, dat was 2 jaar geleden. Maar ineens dacht ik, ik had toch nog ergens een appje van iemand die... Ja. Heb je dat huisje nog? Ja. Ja. Nou ja, waarom niet? We komen op les 4. Ja. Werk aan je zelfbeeld. En dan met name wat daarachter staat, ontmantel je ego. En die wou ik even vertalen in waar jij al jaren mee bezig bent, die non-dualiteit. Leg uit. Ja, dat ego, hè. Ik heb natuurlijk ook jarenlang gedacht dat de wereld om mij draaide. En dat de mensen ook echt de radio aanzetten omdat ik erop was. Maar het is natuurlijk altijd een samenspel van dingen. En met non-dualiteit ga je inderdaad eens kijken naar dat zelfbeeld. Ben ik werkelijk diegene die ik denk dat ik ben? Ben ik Patrick Kikke, 44 jaar oud, discjockey? Nee, ben ik nu niet. Dus dan valt dat al weg. Wat ben je dan nu? Weet je? Zo maar Patrick Kikke valt toch niet weg? Daar ben je toch wel? Nou ja, dat valt ook te bezien. Het is natuurlijk maar gewoon een combinatie van letters en een naam. Ja, ja. Waar staat geschreven dat ik dat ben? Daar zit het natuurlijk ook het probleem in als jij een bedrijf hebt. Als je heel erg gaat denken dat jij de directeur of CEO van je eigen eenmanszaak bent, dan wordt die identificatie zo sterk dat als een opdracht niet doorgaat, voel je je meteen persoonlijk aangevallen. En begint dat zelfbeeld begint te wankelen, want dit komt dichtbij. En ja, daar ben ik dus de afgelopen jaren dat non-dualiteit tegengekomen, waarin gewoon de wereld 180 graden anders bekeken wordt. Patrick, dat is maar een post-it-nootje wat op jou geplakt zit. Helemaal niet erg als dat wegvalt. Maar wat blijft er dan over? Dat is de grote vraag. Dit wat er zich nu afspeelt. En ik weet, dat kan heel cryptisch klinken, maar ja, noem het leven. Het leven blijft over. Maar is alles al voorbestemd? Ja, dat zou je dan kunnen gaan denken. Ik denk meer dat het een soort energie in beweging is. Wij doen nu ook een soort dans samen. En als ik heel erg van tevoren bedacht had wat ik als antwoord zou gaan geven, ja, dan voelde het stroef. Ja. En ja, ik denk dat het gewoon één beweging is, een soort dans. Maar geloof jij, heb je invloed op hoe jouw leven loopt? Ja, dat heb ik wel altijd gedacht. Maar als ik echt heel eerlijk ga kijken, heb ik toch bijna alles cadeau gekregen. Want het talent om te praten op de radio, ja, daar heb ik niet voor gekozen. Dat kreeg ik. Mm. Ik kreeg die kans om bij de Tros als 21-jarige jongen aan de slag te gaan. Mm. Kan ik dan werkelijk zeggen dat ik dat voor mekaar heb gebokst? Ik ben daar voorzichtig in geworden. Het is relatiever dan dat je zelf alles regelt. Het is altijd. Dan zouden we ook iedere keer degene die de radio heeft uitgevonden ook moeten bedanken. Want die heeft hier ook nog invloed op dat ik hier zit. Als die de radio niet bedacht had, was ik natuurlijk ook nooit discjockey geworden. Dus ja, ik ben daar wel een stuk nederiger van geworden. En dat bedoel ik dan ook met ontmantel je ego. Ga niet overal van denken, dat heb ik toch maar mooi voor elkaar gebokst. Want ook als een keer dan iets niet lukt, is het ook meteen jouw schuld. Heel frustrerend. Maar ik kan me ook voorstellen, als je, daar hadden we net in het voorgesprek heel even kort over, dat ik heb kinderen in de 20s. Als die dit nu zegt, dan gooi ik natuurlijk wel een hele hoop om. Want die zitten natuurlijk in een levensfase en denken, ik bepaal alles. Ja, ja. Dit soort kennis, om het even zo te noemen, komt uit India. En daar werd ook echt gewacht tot je een jaartje of 45 was en alles had uitgeprobeerd in de wereld. En dan zeiden ze, kom eens even mee, we gaan eens even met je zitten. En
kijk er eens zo naar. En toen viel een hele last van die mensen af. Misschien moet je inderdaad wel tot je 35ste denken dat jij de wereld helemaal naar je hand kan zetten. En dat het daarna een beetje van je af mag vallen. Het is... En het is ook geen dogma. Het is ook, je kan het ook niet geloven. Nou ja, ik vind het een hele ontspannende, rustgevende boodschap. Ja. Maar je zegt ik heb eigenlijk al die dingen als een cadeautje gekregen. Ja. Dan is de logische vraag, wie is dan Sinterklaas? Ja, wie deelt de cadeautjes uit? Hè? Ja. Kom ik toch weer bij het leven. Het leven trakteert jou op plussen en minnen. Ik geloof niet in een grote dirigent die met de geen god. Nee, daar geloof ik niet in. Je zou dit zelfs nog als een droom kunnen typeren. Hè? Als je 's nachts droomt, heb je ook nul invloed. Hè? Dan lig je het ook maar gewoon te dromen. Maar goed, dat is voor de doorgewinterde non-dualiteit fans, zijn daar genoeg boeken over te vinden. Wat heeft de ondernemer die nu zit te kijken, wat zou die daar mee kunnen doen? Nou, ik denk heel veel. Identificeer je niet heel erg met de successen van je bedrijf. Mm. Want dat levert je alleen maar kopzorgen op. En B, wees eens heel eerlijk dat die ene opdracht of dat ene contact, dat vaak ook allemaal wel een kwestie van toeval is, hè, dat het bij elkaar komt. Is het meer go with the flow dan? Ja, dat is een populaire term. Daar kan je het mee samenvatten. En stop met jezelf en anderen van alles te verwijten. Want het gebeurde gewoon op die manier. De laatste les. Oh. Help. Ja, dat zei ik al. Ja. De tijd vliegt. Het gaat hard, hè? Ja, maar we zitten prima. Okay, het gaat helemaal goed. Okay. Want we hebben er nog eentje. Help anderen vooruit. Ja. Ja, dat denk ik. Vertel. Nou ja, in de radiowereld is dat les nummer 1. Ik bedoel, Rob Stenders zat ooit eens een keer helemaal in zak en as thuis. En ik weet niet wat ik toen gedaan heb. Ik ben een keer naar hem toe gegaan of zo, om een keer met hem te praten. En nog geholpen aan telefoonnummers van mensen die je zou kunnen bellen. En tot op de dag van vandaag zegt hij steeds tegen mij: Kikker, ik zal het nooit vergeten wat jij toen voor mij gedaan hebt. Hm. En denk, ja, voor mij is dat gewoon logisch. Om als ik andere mensen zie die hulp nodig hebben, dan bied ik ze dat aan. En ja, ik denk dat het in de ondernemerswereld net zo werkt. Wederkerigheid. Ja. Ik ga ook veel samenwerking aan met andere podcasters. Als ik denk, nou, die kan wel even een zetje gebruiken om even bij iTunes omhoog te gaan. En dan, ja, voor hetzelfde geld is diegene over 3 jaar natuurlijk een hele succesvolle podcast. Dan denkt hij van, nou, ik ga die Patrick eens bellen. Dus ja, het lijkt me, ik denk dat dit ook wel een beetje een standaard uitspraak is, toch, in de zakenwereld? Of gebeurt het niet veel? Nou, je gaat dat aan mij vragen. Ja. Ja, nou, nee, niet altijd, denk ik. Nee, kijk, wat je wel vaak hoort, business is natuurlijk wel gunnen. Oh, de gunfactor. Dat is het, wat je wel veel hoort. Maar ja. Ik denk dat heel veel ondernemers niet als belangrijkste drijfveer hebben, als uitgangspunt, ik ga anderen helpen en dan komt het ook terug. Ik denk dat de meeste ondernemers bezig zijn om hun eigen succes te creëren. Ja. Daar ben je mee bezig. Mm. Is dit mijn businessmodel? Ga ik zo winst maken? Ga ik zo groeien? Dat zijn de dingen waar je mee bezig bent. Maar je kan toch niet alles zelf? Je zal toch ook eens wat moeten afschuiven? En ik ben toch wel een beetje van verdeel het. Waarom moet het allemaal bij jou? Dat is weer het ego. Het ego wil natuurlijk alleen maar binnenhalen. Ja. Het moet van mij zijn. Ik weet dat mijn wereldje, de discjockeywereld, die zitten elkaars agenda allemaal te checken. Oh! Hij staat daar, daar moet ik ook staan. Het gaat zelfs zover, er worden de mailtjes gestuurd van er was niks aan gisteravond. Terwijl ze er helemaal niet geweest zijn. Het kan ook andersom. Je kan ook eens een keer, als je ergens gedraaid hebt... Dat is best sneu. Ja, dat is sneu, maar het gebeurt. Dat kiest de wereld heel veel. Je kan ook een keer, als je ergens gedraaid hebt, zeggen van... Weet je wie je ook eens een keer kan vragen? DJ D&D. Heb ik ook een keer gezien, is ook goed. Hm. Wat, dat doet jou toch geen pijn? Je creëert toch niet een extra concurrent daarmee of zo? Hm. Ja, nou ja, noem het maar wereldvreemd. Maar ik vind dat wel een logische zaak. Ja. Maak jij plannen voor de toekomst? Zelden. Dat is heel fijn. Ja, hè? Ja. Want vaak heb je dan zo'n slotvraag, hè? Ja. Van, en waar sta je dan als je 50 bent? Ja. Maar dat is dus niet boeiend. Nee, het lijkt mij niet. Het lijkt me ook saai om nu al te weten dat ik 50 ben. Voor hetzelfde lig ik in de goot. Ja. Ja, dan weet je ook eens hoe dat is. Ja. Ik wens je heel veel plezier en... en succes doet er ook eigenlijk niet zoveel toe. Doet er niet zo gek veel toe. Nee. Er worden zoveel dingen overbodig bij jou. Ik vind het ook wel prettig. Ik zeg bedankt. Jij ook. En bedankt voor het kijken naar een aflevering van Ondernemerslessen. Kijk voor veel meer ondernemerslessen op 7digits.tv. Wanneer je wil en waar je maar wil. Dankjewel. Hoi.